buiten en hakt hun staart eraf. Bak de staart in haarolie tot ze knapperig zijn. Laat de muizen 1 uur sudderen in de kikkersap. Alles mixen op topsnelheid, dan krijg je een dikke brei. Tijdens het mixen een dooier van een struisvogel erbij. Dan doe je er deze ingrediënten bij. Klauw van een krab, de snavel van een ekster, 13 kikkerogen. Als je dit goed mixt, heb je een mooie blauwe vloeistof. Roeren, roeren, heksentoeren. Kom even in dit boekje loeken, loeren. Wil je weten waaraan je een echte heks kan herkennen? Luister dan goed. Een echte heks draagt altijd handschoenen wanneer je haar tegenkomt. Toch niet tijdens de zomer, wanneer het heet is. Toch wel, ze moet wel. Wil je weten waarom? Omdat ze geen nagels aan haar vingers heeft. In plaats van nagels heeft ze dunne gekromde klauwen. Ze draagt handschoenen om die te verbergen. Een echte heks is altijd kaal. Zo kaal als een hartje komt uit. Hij groeit geen enkel haartje op een heksenschedel. Afschuwelijk, walgelijk. Als ze kaal zijn, kun je ze gemakkelijk herkennen. Nee, want een echte heks draagt altijd een pruik om te verbergen dat ze kaal is. Waar kunnen we een heks nog aan herkennen? Kijk naar de neusgaten. Ze hebben iets grotere neusgaten dan gewone mensen. Waarom hebben ze zo'n grote neusgaten? Om beter te kunnen ruiken. Een echte heks kan verbazend goed ruiken. Mij kan ze niet ruiken. Ik ben net in bad geweest. Toch wel. Hoe schoner je bent, hoe beter een heks je kan ruiken. Een schoon kind zingt uren in de wind voor een heks. Ik ga nooit meer in bad. Voor een heks ruik je naar verse hondenpoep. Heks! Vertel nog eens iets over een echte heks. Kijk goed naar de ogen. De ogen van een echte heks zijn anders dan die van jou. In het midden van elke oog zit gewoonlijk een klein zwart stipje. Als ze een heks is, verandert de stip voortdurend van kleur en zul je vuur en ijs zien dansen midden in de kleurige stip. Heksen zijn geen echte vrouwen. Wieso? Ze zien er wel uit als vrouwen. Ze praten als vrouwen. Ze gedragen zich als vrouwen. Maar het zijn demonen in mensengedaante. Daarom hebben ze zo'n klauwen en kale koppen. En rare neuzen. En eigenaardige ogen. Wat is er nog meer anders aan ze? Hun voeten. Heksen hebben nooit tenen. Ze hebben alleen voeten. De voeten hebben vierkante uiteinden zonder tenen eraan. Waarom draagt ze niet van die brede, gemakkelijke schoenen met vierkante neuzen? Dat durft ze niet. Net zoals haar kale kop onder een pruik verbergt. Zo moet ze haar lelijke heksenvoeten verbergen door ze in mooie schoentjes te wringen. Is dat niet heel ongemakkelijk? Ontzettend ongemakkelijk. Oh, ik vergat bijna te zeggen dat de spuug blauw is. Blauw? Toch niet blauw? Een spuug kan niet blauw zijn. Toch wel? Zo blauw als bosbessensap. Niemand kan blauwe spuug hebben. Heksen wel. Lijkt het op inkt? Precies. Ze gebruiken het zelf om te schrijven. Ze hebben van die ouderwetse kroontjespennen en likken aan de punt. Kun je een blauwe spuug zien? Alleen als je heel goed kijkt, dan zie je een blauwachtige waas op de tong. Op zoek naar een goed verhaal. Heksen heeft het allemaal.